uit? Of ik ook. Oké. Okay. Nou, hallo mensen van Gamers B. Dat is niet waar. Het is hallo mensen van Shine Sprites. En welkom bij een nieuwe aflevering van die sappige leerlingetjes van Justus Beckett. Wauw, dit is zo jammer. Dit is zo jammer, Sander. We gaan vandaag zo'n caging locking doen. En we gaan het wel zo'n matching doen, hè? En ik kijk even of ik de goede guy. Nou. Oké. Okay. Of we een match gaan doen, ligt er alleen maar aan. Of we niet wipen. Ja, ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Oh ja, en ik ben vandaag een drugsdealer. Oké, ik zet hem al uit. Milan vindt het niet leuk, hè. Niet of ik dat niet leuk als ik een drugsdealer ben. Ja, ik heb geen ting, 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 ting. Dat is jammer, dat is jammer. Vindt hij niet mooi. Oh, die jump buff is voor mij haast nog het pittigste ook. Alhoewel, nee, nevermind. Je hebt zo'n ijzige Pokémon. Ja, maar ik moet switchen naar hem. Dat is een beetje het ding. Hij gaat sowieso eng. Flying doen, toch? Oeh, ik ben geleecheed. Of leecheed. Oké, dat zou kut zijn. Hé, mijn kat ligt hier trouwens. Jumping the bluff. Oh, ik ben gesleept. Pak die pokervloer maar uit je tas hoor, want betje? Oeh, GoGo doet bulk up. Kutzooi. Dit is echt kut. Sleep. Ja, laat ik toch Dwebble. Maar nu durf ik dus ook niet meer naar Dwebble te switchen. Dit is echt kut. Want ik durf eigenlijk niet in te blijven. Ja, moet wel. Leecheed, oké, dat is nog. Ja, vast sleep. Oh, ik ben niet eerste. Dan kan ik beter Ice Shard doen. Dan ben ik wel eerste. GoGo, het is dood. Yes! Ik wake up. Wat een wat Before een you GoGo. Rotomo? Wake me up. Oké. Wat? Oh ja, dit zijn custom teamings. Ja, dan blijf ik in. Als ik nu toch waking up inside ben. Wake me up inside. Doei. Tak. Oh, deze gaat sowieso dood. Deze GoGo gaat go dood. Oh. Stand your man gone. Snap je wat hij heet? GoGo en dat rijmt voor go dood. Goed. Weet je wat al lang geleden is? Vermoeiend. Ja. Je bent wel ineens zo slimpie geworden. Waarom doe ik dit? Hey Sander, ik ben geparalyzed, hè? Paralyzed. Maar ik heb aurasfeer. En aurasfeer raakt toch altijd? Ik weet niet of dat helemaal... Oh, ik had kunnen mega evolving. Nee, dat merk dus niet. Wat een onzin dan van het... Het werkt altijd. Dat is nee, gedaan. Ja. Maar paralyze is toch niet... Je zegt toch ook niet... Van Aerial Ace zeg je toch ook hit altijd. Maar ja, als je asleep bent, dan word je er niet wakker van. Dus hit hij dus niet altijd. Dan hadden ze moeten zeggen hit ondanks evasiveness. Of ondanks... Dat soort onzin. Ik snap op zich wel waar je vandaan komt. Maar nee, gewoon... Weep in the bell. Ludicolo. Yo, die is zo'n leukie. Die wordt wel echt kut. Oh. Salsa. Ja, die. Ik ga het nu echt haten als bonus. Cool, poison hem, poison hem. Hij is niet gepoisoned. Ik heb nog één sludgebom, daar kan ik hem mee killen. Niet direct bone rush. Oh, hij heeft levitate! Daarom deed ik niet direct bone rush. Oké, goed om te weten. Ja, want dat wist je van tevoren.
Sander, ik heb gewind. Kibooming. Ja, nu ik nog. Acid Armory. Ik weet niet of dit... Het is niet dom, zeg maar, wat ik nu doe. Want ik resist en grass en electric. Alleen, ik weet niet of het slim is, zeg maar. Slim is dan weer het andere uiterste. Je kan het zijn, Ring. Asian Power? Doet meer, denk ik. Oh, ik vind Uproar best eng, weet je dat. Dat weet ik. Fijn. Kan ik nu Giga Drain? Ik was niet eerst. Ik was niet eerst wat dom. Oh nee. Je leeft nog. En je mist. Wel calm down. Oké, nu ik nog calm down. Ja. Yeah. Nee. Het gaat goed. Het gaat calm goed. Down. Kijk, calm hiervoor down. Heb ik dus die Hyper Potion ingekocht. Mijn kat die kijkt me ook echt aan, gast. Doe even rustig. En hij heeft een punt. Zeker, Rain. Hij gaat door voor die koelkast, weet je dat? Want hij heeft zo'n punt. Ah, ik ben al bij de flatscreen tv, dus hij heeft niks te... Ja, het had zo'n stedentrip in Miami gewonnen. Oh hoor. Ja, dat was het, ja. Jongen, Giga Drain. Nou, ik merk niet zoveel van de draining. Draining de Giga. Oh ja, ik moet die huilende bel nog. Snap je, moe je bent wel. Wauw. Oh, nee, oké. Okay. Dat is niet grappig. Oké, notes. Wauw, funny. Ik ga eventjes... Wat een funny joker, zeg. Chompie. Ja, oké. Okay. Ik kan weer verder. Ik weet dat hij niet grappig is. Goed zo. Icicle Spear. Nee, dat kind. Dat had ik ook wel opgehoopt. Geopend. Wat deden we? Deden we wel gewoon met Revive, toch? Ook als een van de perks? Ja, Revive is ook een van de perks. Ja, oké. Okay. Ice is neutral, dus dan kan ik beter bug doen. Ik denk dat ik heb bedacht wat mijn cage match member wordt. Oeh, spannend. Ik heb het nog niet bedacht. Ik doe niet meer met tactieken tegenwoordig, want dat perkt. grapje. Ik ben niet salty, het was gewoon een leuk grapje. Kwam je heel salty over eigenlijk? Nee hoor, nee, dat klonk weer al als een grapje. Oké, gelukkig, want zo was het inderdaad ook niet bedoeld. Gelukkig ging. Yo, hij zei iets met Sprout, dat is van die tower. Hè. Ken je dat niet? Ja, dat is van die toren. In Johto. Zien jullie dit? Ah, oh, je ziet de kat net. Oh, je Sander, ziet de ga, schiet gewoon op. Oké. Okay. Grassing the nothing. Nothing on the grass. Jezus, gaat hij nog eenmaal laten zien dat het deurtje open kan? Het had er voorbij gegaan als je meteen door is gegaan. Wat? Nee. Wat zei? Dat was niet geweest als ik meteen door was gegaan. Nee, ik zei van, daar was je al voorbij geweest als je meteen door was gegaan. Ja, maar daar ging het niet om. Het ging erom dat die cutscene onlogisch is. Waarom ga ik eigenlijk healen? We moeten eigenlijk gewoon connecting weer. Waarom ben ik ook niet meer connecting? Omdat jij de ding had afgesloten voor Lucario. Meteen weer paniek? Nee, ik was gewoon verbaasd dat ik dat had gedaan, want dat wist ik niet meer. Battling met de sand. Oh, moeten we hem uitzetten? Oh ja, een screenshot. We kunnen hem ook even uitzetten. Op onszelf zetten dan. Ik vertrouw je wel daarmee. Oh, zodat je gewoon niet kijkt, zeg maar. Ja, dat je gewoon naar je eigen stream kijkt, zeg maar, snap je? Ja, dat is goed. Ja, ik heb hem nu gewoon naar beneden geklikt, dus ik zie helemaal Discord niet nu. Oh ja, dat kan ook. Dat kan ook. Starbelling. Oh, ik ben echt heel benieuwd. De vierde cage match.
vierde kevertje alweer, joh. Hé, hey, hij is er weer mee gekapt. Oh. Gaat hij dicht op de pompen zitten? Weet je, gaat hij. Nurse Joy, eigenlijk gewoon. Ja. Do you enjoy the lady? Ja. Net als Brock. Challenging your acquaintance gaming as being to a battle. Ben ik een acquaintance to you? Hello, je staat niet in Citra als Fred. Daardoor komt dat. Zijn de ring. Please select the Pokémon you wish to enter. Ja, dat wordt dus nog even een dingetje. Oké. Okay, Confirming. Sing the ring. Ring, 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 ring. Sing the ring. Ring, 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 ring. Is wel risky. Doet hij het weer? Ja, dat komt dat je zo lang erover doet. Ja, ik zit om te twijfelen over wie ik in wil zetten. Je moet je goed over nadenken, Milo. Ja, maar ik Sander, zomaar... je hebt twee afleveringen gehad om erover na te denken. Oké, dat is waar. Dat is waar. Ja, maar dan zie ik jouw team weer en dan denk ik, ja, is dat wel slim. Maar ik wil geen Pokémon verliezen. Nou, ik wil dat jij een Pokémon verliest, want ik heb er nog maar zo weinig. Ga ik dit doen? Ik heb er gewoon vier, die kan ik echt niet meer. Als ik die nu inzet, zeg maar, dan ben ik echt gone. Dan hoop ik maar dat je niet de verkeerde inzet. Oh wee. Ik denk niet dat je hem in gaat zetten en daarom denk ik juist wel dat je hem in gaat zetten. Ik hoop dat jij één specifieke Pokémon inzet. Oh nee! Ja, nice. Kutzooi, nice. Dat dacht ik dus al. Ik dacht, ja, iets in me zei al van je gaat Muk inzetten. Kutzooi. Nice. Ja, dan ben ik dood. Poisoned? Ja. Nee, ik ben niet gepoisoned. Je raakt, kut. Oké. Okay. Kan wel spannend worden hoor. Oké. Okay. Ook dat nog? Wauw. Ja, hé, ik moet iets. Fast sleep, oké, okay, dat is goed. Oké, nu wordt het pittig. Welke van de twee ga ik doen? Ja, ik moet met deze. Ja. Ik was eerst, hè? Ja. Het gaat waarschijnlijk niet... Oh, nee. Dat was echt zonde. Dat wist. Aan al... Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. GG. Dat is kut. Yeah. Daar had ik misschien toch eentje power moeten doen, maar ja. Ja, dan, maar de enige manier om dan te winnen is door dan ook nog een omniboost te krijgen. Ja, dan had ik het ook niet gewonnen. Nee. Nou, als ik die ingrain niet had gedaan. Ja, precies. Eigenlijk. Dit is echt zonde. Ik zat nog te denken van, ja, ik wil deze eigenlijk niet inzetten, want... Die is ja. te belangrijk voor mijn team. Toen denk ik toch. Ja, en ik dacht van, de enige manier hoe ik een cage match win is als ik Muk gebruik en hij speelt Get Tangrowth, anders heb ik geen kans. En dat gebeurde precies. Ik, mijn ding die ik trouwens, waar ik voor kies, is een revive voor Muk. Want ik heb te weinig Pokémon om dat niet te doen. We moeten gaan maar gewoon verder. We hadden Grass nog gekregen, dus daarom was ik zo van, kan deze... Ja.
Lysandering? Dat is iets anders dan een gewone Sandering. Oké. Okay. Oh, wacht. Ik wil eigenlijk jouw scherm weer zien. Zo. Ja, ik wil eigenlijk ook. How dare you to keep us waiting? The mountain cattle's the hex. Kaboomy. Doe jij nou niks, okay, of? Ik doe inderdaad eventjes niks. Wacht even. Ja, we wachten wel hoor. Nou, werk nou even mee. Ja, oké. Hij doet het weer. Ik zie nu nog mezelf. Nou, ik was even mijn tweede scherm was aan het kutten. Oeh. Ik ga even combi pakken, even kijken of ik sweet set ga. Ik baal hier echt van. Nou, ik wist nog dat ik het niet moest doen. Daarom was ik er zo lang aan het twijfelen, want ik had zoiets... Het is niet handig als ik het doe en ik raak hem kwijt. En toen raakte ik hem kwijt. Als ik Purple Rain ingezet. Nou, dan had je die kwijtgeraakt. Ja. Met Meganium, I rest my case. En met Meganium had je zoveel winkans, want alleen had het gevaarlijk geweest als ik Lucario had gebruikt. Daarom. Ja, maar zo heb je toch altijd iets. Ik denk met Cloyster dat ik de meeste kans had gehad, maar ja. Denk je niet? Tegen Muk? Of überhaupt, overal? Nee, überhaupt. Gewoon overal. Ja, behalve als ik Lucario had ingezet. Want? Omdat je Ice-type bent en ik fighting. Ja, oké. Dat is waar, dat is waar. Maar ja. Ja, oké. Okay. Sweet Sand werkt dus niet. Dus we moeten tegen al die bewegende dingetjes aan lopen. Oh, maar je kunt ze ook niet wild tegenkomen, zeg maar. Nee. Dus hopen dat daar een coole shiny tussen zit. Die kan ik wel gebruiken. Een Sandal zou ik wel vet vinden. Oh, een nepschilly. Sandal zou ik wel vet vinden. Ga je nou haten? Nee, hè? Nee, ik vond jouw grap gewoon leuk. En een goede zelfspot. Okay. Nee, de pokeballing. Dat was de pokeballing. Oh, hij heeft Area Trap, wat kut. Oh, dan kan ik ook niet switchen, of wel? Nee. Oh, dit succes wordt een probleem. Zoeking de sessing. Ah, ik ben mijn Grass-type kwijt. Dit vind ik echt jammer. Waarom precies elke keer als jij denkt... Ik ga deze inzetten in de hoop dat hij die inzet, dan zet ik die in. Mm-hmm. Vind ik echt jammer. Maar ik dacht, ja, Muk, weet je, Muk zet je vast niet in, want ja, zo heel erg goed is het nou ook niet. Alleen tegen deze mon, maar ja. Muk is mijn beste Pokémon. Gibble. Muk is zeker mijn beste Pokémon. Gibble is mijn favoriet. Gibble zou wel leuk zijn, ja. Ook omdat hij makkelijk evolueert. Ook weer een grounding type 1. Hoef ik die Sand Zigzagoon niet mee te nemen. Gadverdamme. Shiny. Gibble. Trapinch zou ik ook zeer oké vinden. Torkoal zou voor de fire type op zich ook wel oké zijn. Ja, same. Ik vind eigenlijk ook niks echt kut. Alleen ik hoop tot nu toe wat ik ben tegengekomen nog niet. Oh. Au. Oh ja, nu snap ik waarom je ouw is. Jongens, toch. Jongens. Oh, deze heeft ook Area Trap? Waarschijnlijk. Nee, want ik kon Whip. Oh, die van jou heeft Area Trap. Ja, of ik ben gewoon te slom. Dat kan ook. Anders staat er in beeld dat hij Area Trap heeft. Oh ja, hij heeft Area ja, Trap. Door de Sandtomb. Ah, oh, natuurlijk King. Natuurlijk King. Weet je niet hoe Pokémon? Wow, zeg jij dat nou? Of all people?
Was een grapje. Je weet toch hoe Centon werkt? Ja, jij had misschien niet gezien dat ik een Centon was. Oké, okay. Ik neem mijn woorden terug. Mag dat toch? Mag dat toch? Nee. Uno reverse card. Nu mag het wel, nu mag het wel. Incoming. Ja, kutsen. Oh, Nummel zit hier ook nog. Oeh, we halen wel Fire en Ground. Ja. Beter dan Torkoal, die alleen Fire is natuurlijk. Ja, en een Nepschilly. Ja, maar dat is niet... Zou je niet zo gemeen als Paddy gaat doen als je de Schilly krijgt? Paddy deed toen echt een keer gemeen tegen een van mijn vrienden, hè? Ja, echt. Zij de eerste van, oh, en ik ga de fuck jou Schilly, mijn Schilly is beter. Hij zei gewoon fuck jou Milan, terwijl ik helemaal niks tegen hem had gezegd. Zoiets. Dat was echt gewoon onaardig. Ik moest er eigenlijk ook wel een beetje van huilen eigenlijk. En terecht. Oh. Ik wil even kijken naar de level cap voor de volgende. 46. Oh. Lumio's, hè? Nee, Lumio. Clement. Ah, ja. Dus een ground type zou zeer prettig zijn. Oh, maar... Oh, dus dan is alleen Torkoal kut. Ja. Oké, okay, maar op zich, de kans... Ik ben wel echt Torkoal het meest tegengekomen, maar dat maakt niet uit. Ik Trapinch. Ja, maar dat ligt misschien... Ik wil geen version exclusive trio, want het doet veel pijn. Oh, waarom ga ik ook met een krab? Een krab is niet snel, Sander. Yo, shiny. Leugens. Nou ja, Cloyster is shiny. Die Cloyster is echt shiny, hoor. Wat jij nou allemaal doet? Oh, hij heeft ook alweer Aerial Trap. Krijg de tyfusing. Shit. Zeg ze dan. Scheiße passiert, zegt ze dan. Oh, shit happens? Dat is in Duits. Dat vond ik wel leuk. Kei leuk. Niet enthousiast. Oké. Dit is een schijnende Pokémon. Ik flip. Leugens. Nou ja, je kunt het wel voelen en dat het niet waar is. Zwaar. Zwaar? Een gevoel loopt tegen mij. Dat is niet lief van je gevoel. Nou, dat vond ik dus ook. Kan je gevoel eventjes normaal doen tegen jou, alsjeblieft? Echt hoor. Anders sla ik die gevoel in elkaar. Oh nee. Dat zou ik zeker doen. Want dat voel jij dan weer. Dat is wel nee, betreft, dat zou ik niet doen, want dat voel jij. Echt, ik ben trappingjes aan het vermoorden hier. Daar word je bang van. Ha! Nee. Ik werd er bang van, toch? Wauw. Wow. Wauw. Vindt die mooi, hoor. Shiny incoming! Bling, bling, bling. Zelfs een Zigzagoon? Oh nee, waarom... Waarom dacht ik ook alweer dat dit een goed idee was? Omdat je zo dopey bent! Nou ja, dan... Weet je, dan gaat hij maar dood. Laat maar. I don't care. Wow. Het is een Zigzagoon, echt waar. Deze... Oh! Oké, deze mag niet dood. Deze mag niet dood. Kom op, ga niet dood. Please, ga niet dood. Kutzooi. Eigenlijk zou die zich om moeten draaien en die middelvinger naar je opsteken. Zo. Ja, zo ja. Ik moet nog speedier boy hebben. Alleen ik wil gewoon niet dat mensen levels krijgen, want ik ben bang voor de... Kun je... Yeah. Ja, je kunt me uitzetten. Ik moet de experience share gewoon uitzetten eventjes. Ik was even dom. Dat ga je sowieso vergeten om weer aan te zetten. Boeien. Boeien. Oh nee, ik sta nog steeds met dingetje vooraan. En deze guy heeft ook... Trapping ability. Freaking. Trapping?
Wayo. Dat is Engels. Oh. Ja, trapping is wel Engels. En ability ook. Nee, dat is niet waar. Ja, dat is simplified Engels. Ja, oké. Ik keek al eventjes heel verontwaardigd in de camera. In de camera. Dat is Engels voor camera trouwens. Oh, thanks. Purple Rain, die is zo'n speedy boy. Ja, girl. Sorry, I did assume the wrong gender. Heb je shiny? Nee. Zet. Ik deed wel zo'n grote gapie, deed ik. Oh, ik denk dat ze een shiny in hebt. Nee. Yo, Jun, kun je even uit mijn scherm gaan, dank je. Jun! Gaat dan in mijn scherm, ja, dat snap ik ook wel. Dat is ook wel terecht. Dat was niet mijn vraag, namelijk. Battle Blizzarding! Purple Rain. Ik kan goed zingen. We kunnen nog één encounter doen en dat we dan de part afsluiten en dat we offscreen hem even de shiny hunten. Ja? Shiny incoming! Bling. Oeh. Dat is geen shiny, jongens en meisjes. Dames en heren, koekjes en peren. Dat is van die jij had tussen de afleveringen door. Van die koekjes, geen peren. Dat doen we niet aan. Nee, geen peren, maar wel de koekjes. Bedankt voor het kijken van deze aflevering, jongens en meisjes. Sander heeft ook een cool kanaal. Daar kan je ook even naar kijken. Die staat in de beschrijving. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dus adios, amigos.